Van 1995 terug naar 18 september 2005. In de laatste 25 jaar wist AZ thuis maar 2 keer te winnen trouwens van Ajax. En dat deed het vandaag met deze 11 namen. Enkele wijzigingen ten opzichte van de week tegen Samara. Jalins is terug in de basis. Hij is weer helemaal hersteld. U ziet hem daar rechtsachter staan. En Ron Vlaar is geslachtofferd, om het zo maar mooi te omschrijven. Demi de Zeeuw, hij speelt daar centraal achterin bij het team van Louis van Gaal. Van Gaal als speler van AZ. Blind in de achterhoede bij Ajax. En toen won Blind met 6-1. Lindenberg met ruimte. Snijder. Snijder met de 1-0. Veel beweging voorin. Schaars kwam ook naar de bal toe. Perez. Van Galen. Arve Latze wilde de bal door de lucht. En nu kan het alsnog. Arve Latze. Van Galen. En de redding van Hans Vonk. Spanning bij ook de jongste supporters van AZ. Timmer. Een handig duel van Van Galen met Emanuelsson. Maar uitstekend hersteld door Emanuelsson. Althans, dat leek zo. Maar dan fluit Luinge voor een vrije trap in het voordeel van AZ. Klaar. Nou, als dat een overtreding is, dan krijgt Luinge het nog druk vanmiddag. Vrije trap Schaars. Pires was dichtbij. Maduro voorkomt de kopbal van de Deen. Er ging er een naar de grond. Dat is Van Galen. Iedereen wil een strafschop namens AZ en Arve Latze. En de bal gaat er niet in. Ofwel, ja, Luinge wijst naar de middencirkel. En iedereen bij Ajax is boos. Hoe dan ook. Het is 1-1. Niemand bij Ajax begrijpt er iets van. Galasik volop in gesprek. En ook Trabelsi meldt zich bij Luinge. Maar wanneer en waar is de bal dan over de lijn geweest? Nog maar eens kijken. Van Galen gaat als eerste naar de grond. Daarvoor wordt niet gefloten. En Arve Latze schiet hier. Ja, dan zal de bal daar over de lijn moeten zijn geweest. Ja, hij lijkt over de lijn te zijn geweest. Dan ineens de goal van Arve Latze. Die zijn 8e treffer van dit seizoen maakt. Het is 1-1. De Alkmaarder Hout lijkt nu helemaal wakker bij deze lunchwedstrijd. Blind is des duivels op Luinge. Checkt Joey van Galen. Driehoekje is zeer verzorgd. Landzaat. Arve Latze kreeg een duw of een schop in de rug van Grigera. Tussen zit hij erin. 2-1 AZ en weer is het Arve Latze. Wat een hectische slotfase van de eerste helft. De topscorer van AZ doet het weer. Niemand bij Ajax lijkt nog klaar voor die vrije trap. Iedereen is en ineens Perez neemt hem. En dan is het geen buitenspel en scoort Arve Latze prachtig. En kan Vonk daar helemaal niets aan doen. Van 7 naar 9 doelpunten in de Eredivisie. Shot Arve Latze in 2 minuten tijd. In de blessuretijd van een krankzinnige eerste helft krijgt Ajax een vrije trap. In de eerste helft waarin AZ binnen 2 minuten op voorsprong kwam. Snijder nu. Prachtige vrije trap. De Zeeuw. Sektioui. Daar komt Landzaat. Achterin nog Perez. Prima verdedigd. Pina. Lindenberg. Tot dusver minder nadrukkelijk aanwezig. Hoewel. Nu Van Galen. Die de kans kreeg aangeboden op een presenteerblaadje van zijn oud-ploeggenoot. Trabelsi zag het niet aankomen. Perez. Ja. 3-2 voor AZ. En hij hing al in de lucht. Van Gaal in extase. Wat een prachtige goal van Kenneth Perez. Die alweer zijn 5e doelpunt maakt in het 5e competitieduel voor Alkmaars aanstreek. Perez alle ruimte na de misser van Trabelsi. En prachtig afgerond. Dat kun je wel aan hem overlaten. De elftal van Blind komt er nog niet aan te pas in de tweede helft. Perez. Toch niet weer. Perez. Oh, wat een goal.
ongelooflijk. Maar net als in de eerste helft scoort AZ binnen 2 minuten 2 keer. Was het voor dus 2 keer Arveladze. Nu is het 2 keer Kenneth Pires. Hij heeft de ruimte, maar de afstand is toch heel erg groot. Maar ja, als je zo'n rechterbeen hebt, kun je uit alle hoeken en standen schieten. En dat doet Pires dan ook. 4-2. Het laatste fluitsignaal van Roelof Luinga. AZ wint met 4-2 van Ajax. Voor het eerst een overwinning van Alkmaarders op de Amsterdammers sinds 17 september 2000. Een hoofdrol voor oud-Ajax ziet Shota Arveladze. En natuurlijk ook voor de man van 2 doelpunten namens AZ, Kenneth Pires. Nou, het is heel erg lekker voor ons ploeg dat we na donderdag te verloren hebben in Rusland, dat we dit hebben kunnen winnen, deze wedstrijd. En zeker omdat we in het begin nergens was in die wedstrijd en dan toch de wedstrijd naar ons toe trekken. Ja, natuurlijk hadden we die doelpunten mee op het goede moment. Maar ja, dat is ook de kwaliteit van onze ploeg. We hebben spelers die goal kunnen maken. En het waren ook fantastische aanvallen. Het waren 2 wisselpassen van de ene kant naar de andere kant. En dan goede aannames en dan schoten. Ja, daar lik je je vingers bij af.